Aan het einde van de zomer van 2021 zitten de formatieonderhandelingen na 5 maanden nog steeds muurvast. En dat valt de hoofdonderhandelaars Mark Rutte en Sigrid Kaag aan te rekenen. Waarom dat zo is en hoe jij dat in jouw eigen onderhandelingen beter kunt doen, dat leg ik je uit in deze video. Nou, wat gaat er eigenlijk mis bij die formatieonderhandelingen? Wat mij betreft is het belangrijkste dat misgaat het feit dat allebei de belangrijkste onderhandelingspartijen, Mark Rutte en Sigrid Kaag, keer op keer voor de camera herhalen wat nou hun eigen voorkeurscombinatie is. Mark Rutte wil heel graag een kabinet van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. En Kaag herhaalt keer op keer dat zij het liefst een kabinet ziet van VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks. En doordat allebei dit keer op keer blijven herhalen, wordt het gezichtsverlies van diegene die uiteindelijk een concessie doet, alleen maar groter. En de kans dat iemand dus de concessie wil doen, wordt alleen maar kleiner. En dat is een slechte zaak en dat valt echt beide partijen aan te rekenen. Nou, de vraag is dan nu natuurlijk, hoe kan dit beter? En vooral, hoe kun jij nou in die situaties waarin jij zelf onderhandelt voorkomen dat je in zo'n padstelling terechtkomt als die ontstaan is nu tussen Rutte en tussen Kaag? Bestaat eigenlijk uit een 3-tal stappen. De eerste stap is dat je je tijdens de onderhandeling van begin af aan verdiept in het belang van de andere partij. Als je snapt hoe de andere partij denkt en wat die andere partij belangrijk vindt, dan helpt dat tijdens de onderhandeling. De tweede stap is dat je dat belang ook regelmatig benoemt tijdens de onderhandeling. De sfeer wordt er alleen maar beter op als je af en toe tijdens de onderhandeling ook even meedenkt met de andere partij en laat zien dat je snapt wat het belang van die andere partij is. En moet je af en toe naar buiten communiceren tijdens de onderhandelingen, laat dat dan ook zien. Roep niet alleen maar jouw eigen belang, maar laat ook zien dat je echt probeert om ook in de huid van de ander te kruipen en om dat belang recht te doen. En de derde tip, en dat is de belangrijkste misschien wel, zorg er altijd voor dat de partij met wie je onderhandelt ook met een goed verhaal en met een goed onderhandelingsresultaat naar buiten kan lopen. Zolang jij gaat voor de 100% winst, waarin alleen jij een goed verhaal hebt voor je eigen achterban, is de kans op succes 0. Een andere partij zal nooit een deal met jou sluiten als die zelf naar buiten moet lopen met een verhaal waarin duidelijk blijkt dat hij een nederlaag heeft geleden. Kortom, help ook de andere partij. Zorg dat je samen een verhaal creëert waardoor beide als winnaar naar buiten kunnen lopen. Nou, als je dat doet, dan gaan jouw onderhandelingen wellicht wat minder langzaam verlopen en wat succesvoller verlopen dan wat we nu in Den Haag zien. Succes!